de Gouden Bal. Een legende die het weer omgeet om het 4e 19e eeuw. Doet er nog 130 vrouwen om mij dienen. Maar dat weer doe. Nou, strijd in het skaat van de oude hou op de baan in de Prinsentuin. 21 vrouwen van 16 jaar oud om deze prijs. De 123 jaar jonge nieuwe Leeuwarder IJsclub organiseert de klassieker onder de kwarte baanwedstrijd. Want er was vroeger een café hier, dat heette de Gouden Bal. En wij denken dat daar uit een beetje is ontstaan, maar heel duidelijk is het niet. En daarna zijn er een stuk of 6 keer een wedstrijd geweest. Dus niet zoveel. De laatste winnaar is oud-langebaanrijder Annemarie Thomas. Op 9 januari, zo'n 90, krijgt ze nevens de traditie de bal om de nek. Thomas is er deze keer net bij, maar we zoeken wel Elma de Vries. Vorige week nog treden bij de alternatieve Alverstedentocht. Waarom woest ze graag mij dan? Nou, toch een beetje vanwege de historische klank van deze wedstrijd. En ik weet gewoon dat het vroeger een supergrote wedstrijd was. En ik dacht, daar wil ik een keer bij zijn. Je nooit verjaard eigenlijk, totdat ik jij dat het duurt te zwieën. Dus zei mij, het is wel een hele mooie wedstrijd. Het is lang niet dat het rieden is. Dus ik zei, nou dan moet ik mij dan. Traditie, daar draait het dus om. Dus in het skoft pronkje rieden en vanzelfs houden jullie bij de start. De honderden mensen aan de kant vinden het prachtig. Maar dat is natuurlijk fantastisch, hè? Dat is de mooiste eerste van heel Nederland. Geweldig. Dus dit moet in stand blijven, vind ik. Die prijs is is geen wisselprijs, je mag hem houden. Maar het is een vrij dure prijs, want als ik een prijs mag noemen, een bedrag mag noemen, dan is het toch zo dat in 1997 die prijs kostte 1500 gulden. Nou, ik ben geen juwelier, maar ik denk dat de volgende gouden bal een bedrag van 2000 euro zou kunnen gaan kosten. Wat in de finale drie keer een rit wint, gitter van Troch mij de gouden bal. Het is Janine Smit van het Jereveen, die uiteindelijk de raapste is over de 140 meter. Alsjeblieft. Prachtig. Van harte gefeliciteerd en nog veel succes.